We kregen een inzending van Riet. Riet die heeft ons een tekening opgestuurd, een van de velen die ze heeft gemaakt. En ze heeft een vraag daarbij gesteld van, goh, waar komt dat nou vandaan? Ik heb niet specifiek ervaring met buitenaardsen en ik heb niet... misschien kunnen we dat even zien. Ja. En dit is, dat is een hele mooie tekening. Ja, absoluut. Ja. En dus ze had zoiets van, goh, waar krijg ik dat soort beelden vandaan? Want het is niet... Ja, Riet, dat heb je heel mooi binnengekregen en prachtig ook op papier gezet. Heel bijzonder. En wat is de vraag van Riet, zei je? Nou, of van, goh, waar komt dat vandaan? Want ik heb niet specifiek contact met buitenaardsen en ik heb toch... Ik ben gaan tekenen en ik heb toch allemaal dit soort beelden gemaakt. Hoe kan dat dat ik dit maak eigenlijk? Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk geen allesweter. Maar wat ik wel vaak tegenkom bij mensen is dat die zulke mooie tekeningen maken of kunstwerken maken. Het komt natuurlijk uit ons kracht van de creatie. Dus er gebeurt hier iets in het bewustzijn van ons van hartsbewustzijn gebeurt er iets waardoor er informatie binnenkomt. En het komt dus uit je eigen kwantumveld vandaar Riet. Dus er is iets heel moois, heel groots aan de hand bij jou, wat zich wil laten zien. En dat uit jij met je creatieve kracht om dit te tekenen. En dus ik zie daar ook verschillende vormen en verschillende plaatjes zie ik daarin. Dus het is je multidimensionale, zeer geavanceerde achtergrond als wezen. En daar liggen wat belangrijke missies en gevoelens in opgeslagen. En wat ik zie, dat is wel heel erg bijzonder wat ik daar zie... is dat er ook vormen in liggen die activatievelden zijn van het bewustzijnsveld. En de bewustzijnsvelden, er zijn triljarden bewustzijnsvelden waar we uit bestaan, oorspronkelijk uit opgebouwd zijn. En elk bewustzijnsveld bestaat ook, wordt gecodeerd met glyphs en met codes. En daarbovenin, en dat is een hele mooie, dat is het 28ste bewustzijnsveld, de broncode van het 28ste bewustzijnsveld. En ik zie dat ze dat ook heel mooi getekend heeft naar de hypofyse. Dus dat is een activatie vanuit onze pijnappelklier, waar invoegingen in lopen, dat het 28ste bewustzijnsveld zich wil laten zien. En dus denk ook in relatie tot de film van de Matrix, dat er achter de schermen grote positieve krachten zijn, die door de scheuren van de kunstmatige intelligentie, via ons gevoelsbewustzijn tot ons spreken, en initiaties geven om... om iets te tekenen, te schilderen dat, of te knutselen, het maakt niet uit, timmeren. Dat er dus iets hierin wordt gebouwd vanuit je handen, zeg maar. Hè. Dat kan niet vanuit de computer, kan alleen maar vanuit je vlees en bloed. Dat het uit die cellen komt, van je, ook van je fysieke lichaam. Waar dus die codes naar voren komen, die dus iedereen ook activeert en initieert. Dus we denken dat we een gezicht zien met een hanger. Dat is er ook, maar dat is veel meer dan dit. Het is net als met... bepaalde graancirkels waar enorme bekrachtigende energievelden in liggen. Activerende krachten. Ja. Mooi hoor, Riet. Dankjewel. Ja, mooi, hè? Ja, heel mooi. Heel fantastisch. Mooi. Ja. Wat een cadeau om dit in de uitzending te hebben. Ja. Geweldig.